Je hebt ongetwijfeld wel eens meegemaakt dat je relatie uitging. Je gaat allerlei ingewikkelde emotionele stadia door. Houd dat even in het achterhoofd als we stilstaan bij de uitspraak van Nietzsche: God is dood. Nietzsche is het meest beroemd geworden vanwege die ene uitspraak: God is dood. En hij schrijft er een soort verhaal over van iemand die op zoek gaat naar God bij volle daglicht met een lantaartje. En de mensen om hem heen die lachen hem eigenlijk uit. Die zeggen: joh, wat zoek je nou naar God? Die is al lang dood. Maar die man met die lantaarn die gooit hem dan op de grond en die zegt tegen die mensen: ja, God is dood, maar hebben jullie wel in de gaten wat dit betekent? Het is eigenlijk wel moeilijk om te snappen wat dit precies betekent, want ook de tekst van Nietzsche is een klein beetje onduidelijk. Bedoelt Nietzsche te zeggen dat God eerst wel leefde en toen dood ging? Of bedoelt Nietzsche te zeggen dat God überhaupt nooit heeft bestaan? Of bestaat God niet meer voor de mensen? En misschien los daarvan ondertussen nog steeds wel? Het is niet helemaal duidelijk wat hij precies bedoelt. En toch raakt die uitspraak "God is dood" voor veel mensen een bepaalde snaar als het gaat over de moderne tijd. Nietzsche zegt: het is niet zonder impact dat God dood is. En net als bij het uitgaan van de relatie maak je dan misschien als maatschappij of individueel verschillende stadia door. Een eerste stadium van ontkenning. Je doet er eigenlijk niet aan mee. Een later stadium van boosheid en zoeken en woede. En een derde stadium van volledig de weg kwijt zijn. Nietzsche zegt tegen zijn tijdgenoten: we zijn fase 1 nog niet eens door. We ontkennen eigenlijk nog wat het betekent dat God dood is. Maar als we eraan toekomen, die volgende stadia, dan treft ons een verschrikkelijke radeloosheid. Dat we niet meer weten hoe het verder moet, net als in die relatie. Dat we gestoord worden van alle opties die er zijn. En precies dat, zegt Nietzsche, dat is het nihilisme. En het nihilisme is niet iets waarvan Nietzsche zegt: hartstikke goed, nee, hij waarschuwt ervoor. Pas op voor het nihilisme. Absolute betekenisloosheid. Het is een rampzalige fase. Maar misschien moet je hem door, om daarna verder te kunnen. En opnieuw iets op te bouwen. Misschien wel weer een nieuwe relatie aan te kunnen gaan. God is dood. De kern van Nietzsche's boodschap was niet dat hij dood is, maar dat de impact ervan niet onderschat moet worden. Ik denk dat als Nietzsche vandaag de dag zou leven, dat hij nog steeds tegen de meeste mensen zou zeggen: jullie zitten nog in die ontkenningsfase. Je hebt het nog nauwelijks in de gaten wat het betekent. Heb je iets gehad aan deze video? Geef hem dan even een like. En kijk op www.gerkotempelman.nl/Nietzsche voor meer informatie over deze denker. Andere filosofenfilmpjes vind je hiernaast door hier zo op te klikken. Leuk dat je keek.